Het is nog steeds bollentijd en daarom neem ik jullie nog een keer mee op een bloembollenwandelingetje door mijn tuin. De narcissen, waar ik het de vorige keer over had, zijn al grotendeels uitgebloeid. Er staan er nog een paar, maar de tulpen hebben het nu overgenomen. En ook van de tulpen zijn er gigantisch veel soorten. Sommige mensen vinden tulpen saai, een beetje stijf. Zo'n grote bollen op zo'n lange stengel. Maar ik vind tulpen geweldig. Ze zijn zo kleurrijk en je kunt ze kiezen in zachte tinten, maar ook in knalkleuren. Wat dacht je bijvoorbeeld van dit voortuintje dat ik mocht ontwerpen in pasteltinten? Zelf heb ik gekozen voor knalkleuren, want in een grote tuin helemaal achterin moet je wel een beetje opvallen. Vroeger werd geadviseerd om de bloembollen en zeker de tulpenbollen na de bloei uit de grond te halen en ze dan in de herfst opnieuw in de grond te stoppen. Dat hoeft niet meer, tenminste niet als je de goede soorten kiest. Die komen gewoon weer terug en het worden er ook nog meer als je een beetje mazzel hebt. Als je bloembollen uitkiest voor je tuin, dan is het verstandig om ook een beetje op te letten wanneer ze precies bloeien. Als je het een beetje goed uitkiest, dan kun je bloembollen in bloeien hebben vanaf kerstmis tot half mei makkelijk. Wil jij advies hoe je meer bloembollen kunt toepassen in je tuin? Neem dan gerust contact met me op. Vind je dit filmpje nou leuk? Tik dan op de foto met mijn gezicht en abonneer je op dit kanaal. Tot de volgende keer!